VPRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd, toen geluk heel gewoon was. Zo, dan heb ik mijn lekker vers bakkie. Lekker, Nel. Zoals jij die koffie zet, heerlijk. Zo zetten ze mijn witte paard nog ineens. Ja, snijf je zout erbij, een beetje kaneel, dat is het geheim. Ja. Alleen een vrouw met smaak kan zoiets bedenken. Ik heb het van mijn moeder. Oh. Nou ja, zo zie je maar weer. Zelfs een koe vangt wel eens een haas. Jij wou toch niet beweren dat mijn moeder geen smaak had? Ik zou niet durven, Nel. Je kan alles van haar zeggen, maar smaak heb ze, hoor. Ze zou een beetje vaker de tanden moeten poetsen, maar daar gaat het nou niet om. Zijn we weer leuk, hè? Trouwens, je moet me vanavond even helpen met die muur vrij te maken. Waarvoor? Mijn moeder komt met de kunstdia's. Met haar wat? Met haar kunstdia's. Die heeft ze van het Instituut van Arbeidersontwikkeling. Nooit geweten dat je moeder een arbeider was. Laat staan, ontwikkeld. Ik ken pa nog een heleboel mensen. En die zijn altijd in de weer met cursussen. En hebben ze haar ook enthousiast gemaakt. Voor kunst? Ja, voor kunst, ja. En dan laat ze vanavond die dia's zien en dat lijkt me hartstikke interessant. Zus komt ook. En morgenavond neemt ze ons mee naar het museum in Schiedam. Geven ze een lezing over Vincent van Gogh. En weet je wie dat doet? Pierre Janssen. Nel. Nou zijn er toch een hoop overbodige dingen in het leven. Maar kunst staat daarvan toch wel stijf bovenaan. Hier, een vork, daar kun je mee prikken. Een mes, daar kun je mee snijden. Een lepeltje, daar kun je mee roeren. Dat moet je eens met een schilderij proberen. Je doet tenminste nuttige dingen met mijn tijd. Ik niet, op. Oh ja hoor, elke avond kegelen. Reuze nuttig. Inderdaad, Nel. Kegelen, ja, dat is reuze nuttig. Zeker. Kegelen, de oudste sport van de wereld, daar komt het allemaal vandaan, Nel. Vroeger al in het stenen tijdperk kegelen. Dan zetten ze een partijtje beenderen neer en dan met een mensenschedel, hup, gooi je maar, jongens. Kegelen natuurlijk, de koningin van alle sporten. Fanny Blankers-Koen zou nooit 4 gouden medailles in Londen hebben gewonnen zonder kegelen. Hé, Simon? Zeker weten. Ik heb het tegen Nel, die vindt kunst belangrijker dan kegelen. Ze zijn nou allemaal hetzelfde, Jaap. Zus ook al. Die krijgt ook ineens capsules. Die zegt, we gaan er van het weekend naar Boymans. Naar Boymans, dan moet dat toch niet gekker worden. En dan komt mijn schoonmoeder vanavond alles uitleggen met dia's, want die studeert voor Pierre Janssen. Ik had natuurlijk vrijgezel kunnen blijven. Lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep, 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 hoera! Hiep, 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 hoera! Hyper de piep, hoera! Bravo! Dank jullie wel, dank jullie wel. Jullie hebben je taartje meer dan verdiend. Dan neem ik die moekapunt. De hem! Die wou ik voor mezelf bewaren. Oh nee, ja, natuurlijk. Die roomsoes is ook heel lekker. Ze zijn allemaal lekker. Dank u wel. Het is trouwens van Dam, meneer Harmsen. Alleen die met die aardbeien. Daar heeft het chihuahua van tante Lena aan gelegd. Nou, dan neem ik die tompoes. Heel verstandig, Van Dam. En die pudding is altijd zo zalig, hè? Dank u wel. Het is trouwens van de berg, meneer Harmsen. En hij zei dat het van Dam was. Ja, hij is van Dam. Wat ingewikkeld allemaal. Het is toch eigenlijk een schandaal dat wij voor dat hongerloontje van ons het nono moeten werken, terwijl die Harmsen een vermogen verdienen en de hele dag op de kop zitten. Meneer Harmsen,
Ik zeg net tegen die jongens hier, ik zeg... Alles goed met uw moeder? Goedemiddag. Mijn vriendje Stokvis. Meneer Harms. Je valt met je neus in de boter. Ik trakteer op gebak. Ik ben namelijk jarig geweest. Ah, meneer Harms, gefeliciteerd. Zoek maar aan. Ja, dan wil ik graag, ja, die met die aardbeien. Nee. Die is voor Koeiman. Koeiman. Aardbeientaart, de lievelingstaart van mij, meneer Harmsen. Nog gefeliciteerd, meneer Harmsen. Hebben die jongens u wel gefeliciteerd, meneer Harmsen? Ja. Oh, dat valt dan nog mee. Maar een liedje voor u gezongen, nee natuurlijk, hè. Wel de heerlijke taartjes van meneer Harmsen opeten. Maar even eerst een verjaardagsliedje voor hem zingen, nee natuurlijk. Ja hoor, Jaap. Lang zal ze leven, uit volle borst. Oh, nou dat zal dan een muzikaal hoogstandje geweest zijn. Inderdaad, Koeiman. Het klonk uitstekend. Oh, mooi. En, nou jij nog, Jaap? Hallo, ik alleenig zeker. Dat vindt meneer Harms helemaal niet leuk, hè, meneer Harms? Jawel hoor, Koeiman. Ik zal het juist bijzonder op prijs stellen als ook jij voor mij lang zal die leven zou zingen. Ja. Simon? Hé? Nee, ik heb over meneer Harms gezongen. Het is werkelijk, vriendje Stokvis. Zeker, vanochtend in de riool. Ja, met alle jongens bij elkaar, hè, vierstemmig. Dat u dat niet gehoord hebt. U gaat toch altijd om 10:30 naar de wc? Daar kun je de klok op gelijk zetten, vriendje Stokvis. Maar, en dat zul je altijd zien. Het ging vanochtend als van een leien dakkie. Maar daar heb ik juist net even te vroeg doorgetrokken. Hé, wat jammer nou. Ja, dat is... Maar Jaap, als jij nou eventjes langs als leven voor meneer Harmsen zingt, heeft hij toch nog zijn verjaardagsliedje. Ja, Koeiman. Laat horen, ja. 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 Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiepe de piep. Hoera. Hiepe de piep. Hoera. Hiepe de piep. Hoera. Dankjewel, Koeiman. Jij hebt dat aardbeientaartje meer dan verdiend. Dat dacht ik ook, meneer Harms. U hebt er zeker een hele dag van gemaakt gisteren met de open haard en hopjes en zo. Een hele dag? Een heel weekend, zul je bedoelen. De zaterdag is de visite geweest. En gisteren was ik in de Amsterdam, in het Stedelijk Museum. Op uitnodiging van Willem Sandberg persoonlijk. Oh, en kent die een beetje verven, meneer Harmsen, die Willem Sandberg, ja? Koeiman! Dat is de directeur! Jonkheer Sandberg heeft het stedelijk gemaakt tot wat het is. Toen aangeven in Europa op het gebied van moderne kunst. Dat wel, natuurlijk. Toen niemand nog wat zag in ene Karel Appel... Kort Sandberg, dat op grote schaal aan en die doeken zijn nu tonnen waard. Minstens. Dankzij zijn smaak en inzicht heeft het stedelijk een collectie moderne kunst in huis. Waar ze in New York nog niet van kunnen dromen. Vertel mij wat, meneer Harms, moderne kunst, daar weet ik alles van. Hé, Simon? Ja, zeker weten. Dat is altijd al een hobby van je geweest. Altijd een werkelijk, hoor, man. En verzamel jij ook? Natuurlijk, meneer Harms. Mijn hele huis hangt vol, hè, Simon? Kijk, je weet dat. Er is geen stukje behang meer te zien. En wat heb jij zoal hangen dan? Van alles, meneer Harms. Schilderijen. Gered door de grond. Wel, nee, Henkie. Jaap, we hebben een hele kunstcollectie, hoor. Oh ja, joh? Het hertje van Meegeren, de Pro Juventute kalender. En hij heeft natuurlijk de nachtwacht. Echt waar? Ja, geborduurd door Nel. Ware grote. Ja, lach maar. Maar als hier straks die promotie is doorgekomen en deze jongen is groepchef, dan is het een ene weer van, joh Jaap, kom je gezellig vanavond bij ons in de radio luisteren. Hé, jongens, even zonder gekheid, die verjaardag.
Moeten we niks kopen voor de baas of zo? Ja, ja, dat we met z'n allen even een piekie lappen of zo. Wat zijn jullie toch een hielenlikkers. Je wilt er natuurlijk weer beter van worden. Helemaal niet. Gewoon voor de aardigheid. Jos, geitig uit. Die man ziet je aankomen. Die hebt toch alles al? Dan niet. Neem me vooral niet kwalijk, hoor. Het was maar een ideetje. Slijmballen! Nou ja, dat is toch best een aardig idee. Zo sympathiek, de doodje van je baas. Dat weet ik toch ook wel, Simon. Maar daar heb ik die gasten toch niet voor nodig? Huh? Ik geef alleen nog wat. Dan kan die nooit meer om me heen. Jongen, 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 jongen. Het lijkt een heer. De Siniak wel. Heb je niet even een boek, Nel, voor eronder? Een boek eronder. Lekker professioneel. Hoe dik moet hij zijn? Nou, even kijken. Zoiets? Nou, lijkt mij genoeg. Zo, lekker bakkie. Oh, kijk toch uit dat de koffie er niet overheen gaat. Nee, want er moeten nog veel meer arbeiders bij ontwikkeld worden. Volgens mij zit hij verkeerd, mevrouw van Vliet. Ik mankeert niks aan mijn ogen, zus. Hé, gezellig, hè? Net als vroeger de toverlantaarn. Bij ons in Emmekompaskum hadden we ook een toverlantaarn. Alleen hadden we natuurlijk geen lakens. Dus gebruikte oom Ted altijd de geit. Maar die had de meester na 10 minuten genoeg van. Dus hoe het ooit is afgelopen met Hans en Grietje heb ik nooit geweten. Ja. Wat is dit, ma? Dat zijn de zonnebloemen van Van Gogh. Misschien wel zijn beroemdste werk. Een vaas met bloemen. Ik ga hier geen mensen schilderen dan. Zus, laat maar nou even. Oh, dat is maar een vraag, hoor. Vincent van Gogh, misschien wel de belangrijkste schilder van zijn generatie. Werd geboren in Noord-Brabant, in Zundert. In ja, Sio! Oh, we zijn de dames al bezig. Ja, Simon, de aanvang is begonnen. Echt, hé, Jaap, kijk nou eens hoe prachtig. De zonnebloemen van Van Gogh. De zonnebloemen van Van Gogh, ik ben er kapot van. Oh, dat zie ik het. Ik heb dat schilderij van de week bij Ter Meulen gezien. Kostte nog 3,95. Nou, dames, nog veel kunstgenot. Ja, schiet je op. Daag. Daag. De vaas met bloemen is tegenwoordig ook al kunst. Nou, je koopt je baas zou er heel blij mee zijn, hoor. Zus, wat jij bij Ter Meulen hebt zien hangen, hè? Dat was een reproductie. Hè, ma? Allicht. Het origineel hangt in het Stedelijk Museum. Is miljoenen guldens waard. Oh, wat zal die Van Gogh dan rijk zijn, hè? Heeft hij vast een huis met zwembad. Van Gogh is al lang dood. Emma? Het is te hopen voor hem. Hij ligt al jaren begraven. En toen gooide hij ook nog eens een keer 7 poedels in 1 beurt. Jaap, die is wat je noemt een kegelwonder. Ah, jongens, nee. Dat moet je anders zien. Jaap is onze mascotte. Inderdaad. Sparta heeft ze Piet. Wij hebben Jaap. Goedemiddag. Jaapio. Hé Jaap, ik heb de archieven er nog eens op nageslagen. Maar zo slecht als jij gisteravond gegooid hebt, is niet meer voorgekomen sinds 1853. Nee. Lach maar. Ik was toevallig met belangrijkere dingen bezig. Dat domme oppervlakkige gekegel. Ik ben bezig met kunst. Hè? Ja, meneertje. Meneer Harms, kan u even komen dan? Ik heb een hele mooie kunstzinnige verrassing voor u. De kooibaan, weet je dat nou? 100%, meneer Harms, een hele mooie kunstzinnige verrassing. Meneer Harms, Asten blaft voor uw verjaardag de zonnebloemen van Van Gogh. Ja, de zonnebloemen van Van Gogh. En die krijgen van mij alleen, want die jongens wilden niet meedoen aan een cadeautje, want die zeiden die Harmsen die hebben alles al. Dus ik schraap mijn laatste centen bij elkaar. Ik ga naar de bloemenboer. Ik zeg, Jan, ik wil zonnebloemen als ze maar wel van Van Gogh zijn. Hij zegt, Kooiman, hoeveel wil je er hebben? Ik zeg, geef ze allemaal, maar het is tenslotte voor mijn baas. Die is gek op de zonnebloemen van Van Gogh. Kooiman, hoe kun je? Denk je toch niet dat ik daar... Alleen!
En jij zei dat hij er blij mee zou zijn. Ja. De zonnebloemen van Van Gogh is een schilderij. Hé! Die dia, dat was een dia van een schilderij. Hij is niet alleen een grootheid op de kegelbaan, hij is ook een gigant op het gebied van de moderne kunst. Een gigant? Het is een wandelend museum. Wat ze bij openbaar kunstbezit weten, is Jaap alweer vergeten. Simon, dit is mijn ondergang. Promotie. Je mag blij zijn, als die ben er niet uitgooit. Kobus, ik ga jou natuurlijk weer redden. Ken niet, Simon, ik leg aan de afgrond. Ik leg op de bodem van het ravijn van het leven. Ik weet hem namelijk te koop. Wie? De schilderij. Welk schilderij? De zonnebloemen van Van Gogh. Echt waar? 3,95. Ik ben platzak, Simon. Wat dacht je? Die vaas hartstikke duur. Oké. Schiet ik het je voor. Ga ik hem nou meteen kopen? Kom ik jou straks om 6:30 hier al halen? Gaan we met de brommen naar hem toe? En dan gaan we het bij hem thuis, hoogst persoonlijk, aan hem geven. Ik mankeer niks aan mijn oren. Het schiet eens helemaal stap op met die warme melk. Goedenavond, beste puzzelen. Wij komen voor meneer Harmsen. Dat is nou spijtig. De heer Harmsen ligt doodziek op bed en kan vanavond niet ontvangen. Goedenavond. Mag ik dan even snel van de wc gebruik maken, want ik moet hoognodig een kleine boodschap. Met de hapjes. Doet u dan wel de bril omhoog? De dames zitten ook graag droog. Wie waar staat? Niets bijzonders, maar rust u niet maar. En krijg ik nou iets heel staat met warme melk? Kom maar aan, meneer. Zo, dat lucht op, zeg hij. Kom op, Simon, ik geef hem morgen wel op de zaak. Wat nou? Wat maak jij nou? Jaap, we hangen hem gelijk voor hem op. Is de verrassing des te groter. Grandioos. Wacht even, Simon. Hoe weet hij dan dat die van mij is? Je Kobus, de zonnebloemen van Van Gogh. Van wie kende die dan anders zijn? Hé? Dat is waar. Even kijken, hoor. Er is hier helemaal nergens plaats, joh. Nee, moet jij eens opletten. Hou vast. Voilà. Simon. Grandioos. Hier zo. Ruisdaal. Nooit verhoord. Die baas van jou is toch maar een spekkoper, hoor. Ja, P. Krijgt hij er Van Gogh voor terug? Simon, hangt hij recht? Jawel, jawel. Zet. Zo. 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 Bent u daar nou nog? Ja, het was een grote boodschap geworden, hè, Simon? Nou, ik was er geen 3 weken geweest. Nee. Yes! De waar blijf je nou? Ja, alsjeblieft, uw warme melk. Dat drink je zelf maar op. Ik neem een glas cognac. Maar u moet het bed houden, meneer. Dat pak ik zelf wel uit. Zoals u wilt, meneer. Anders komen we nog te laat.
Leg jij nog even een briefje neer dat we om een uur of 10 weer thuis zijn. Oh, ik denk wel wat later hoor. Want als die Pierre Jans eenmaal begint, dan is hij niet meer te stuiten. Nou ja, minuutje of 11 dan. Maar schrijf het nou even op, anders wordt hij misschien ongerust. Nou, dan moeten ze maar wat eerder zijn. Ze wisten toch dat we weg moesten. Goedenavond. Goedenavond. Waar blijven jullie nou? Ja, waar blijven wij nou? Ja, waar zijn wij gebleven? Ja, waar verbleven wij? De eten staat in de keuken, wij zijn naar Schiedam, naar het museum. Naar Schiedam, naar het museum, jongen. Wat zal daar nou helemaal hangen, Simon? Ik heb geen idee, ik hoop eens, maar zeker geen Van Gogh. En waar hang wel een Van Gogh? Op de Avenue Concordia 331. En hoe komt het dat die Van Gogh er hangt? Hebben wij daar niet hoogst persoonlijk zelf zorg voor gedragen? Dat dacht ik ook. Dan hebben jullie nou weer uitgevreten. Ja! Meneer Hofjes. Mevrouw Kooijman, is uw man thuis? Daar staat hij. Meneer Kooijman. Dat u en uw compaan de onbeschaamdheid hebben gehad om achter mijn rug om de salon te betreden, is nog tot daaraan toe. Dat door uw toedoen een kostbare ruisdaal is verwoest, zwa, de heer Harmsen is gelukkig verzekerd. Maar dat u dan voorts de ongehoorde brutaliteit aan de dag hebt gelegd, dit prul van een reproductie aan de muur te prikken. Ja, dat is in de ogen van de heer Harmsen werkelijk onvergeeflijk. De aanblik van dit affreuze stuk prullaria heeft hem dermate gechoqueerd dat ik niet verwacht dat uw directeur binnen 3 weken het ziekbed zal kunnen verlaten. Dames, goedenavond. Reproductie. Oh ja. Print dit in Taiwan. Waar? Is wel mooi geprint dit. Je weet wat dit betekent, Simon. Ja, ja. Je weet wat dit betekent. Ja, Jaap. Oh, en Jaap, die 395, die komen van de week wel. Deruit! Ja! Dat door u toedoen. God, mag nog even? Jazeker. Ja, zo, gaan we daarom. Maar dat u dan voorts de ongehoorde brutaliteit aan de dag hebt gelegd. Dit prul van een projectiel, wou ik nu zeggen, maar dat klopt niet. Ja. Maar dat u dan voorts de ongehoorde brutaliteit aan de dag hebt gelegd. Dit prul van een reproductie aan de muur te prikken. Dat is in de ogen van de heer Harmsen werkelijk. Wow.